Ik wil niet meer dat kinderen geen eten hebben of verkeerd eten. In deze nieuwe 1Twente-serie Mijn Twekkeleveld ga ik op zoek naar de geest en de hart van de wijk Twekkeleveld. We gaan het in allerlei afleveringen hebben over armoede in de wijk, over problemen in de wijk, over criminaliteit. En zo gaan we erachter komen wat Twekkeleveld is en wat de charme ervan is. Ik ben Julian. Fred. Ik kom hier een middagje kijken hoe het hier gaat op Twekkeleveld. Gezellig. Waar zijn wij terechtgekomen? Dit is het Praathuis. Ja? En dat is een wijkcentrum, buurtcentrum, waar eigenlijk iedereen naar binnen in kan lopen. En waar dus onder andere de wijkwijzer zit, waar de gemeente zit, waar politie zelf zit. Ja. En waar wij zitten. En wij zijn van het schoollunchteam Enschede. Ja. Wij verzorgen lunches voor de kinderen op school. Maar we zitten nu echt een enorme bult aan spullen. Maar waar komt dit eigenlijk allemaal vandaan? Dit wat hier staat komt allemaal van mensen die dus opruimingen doen. Die zeggen van nou, wij hoeven het niet meer. Ja. En dan mogen andere mensen dit gratis ophalen als ze dat willen. Dus die kunnen uitkiezen en meenemen wat ze hebben willen. En hoe vaak krijgen jullie iets aangeleverd? Regelmatig. Echt per dag? Of, Nee, niet per dag, maar wel regelmatig. Ja. Hier zit de school dan? Dit is de school, ja. Dit is de school? Van hieruit brengen wij ook het brood wat wij maken voor de kinderen. En het fruit wat wij maken voor de kinderen brengen we ook via deze weg naar de school toe. Oké. Okay. Dus een directe connectie. Ja. Nee, gaaf. Nou, en dit is jullie hok, zeg maar. Dit is ons hok. Hier gebeurt het allemaal. En wat doen jullie? Dit is ook gewoon het kantoor en... Ja, dit is voor ons alles. Dit is kantoor, werkruimte, speelruimte. Ja. Wij doen hier alles. Ja. Alleen, waar wij hier eigenlijk voor zitten is voor het maken van de lunches van de kinderen op school. We hebben een aantal kinderen die dus van ons lunches afnemen. Ja. En dat uiteraard tegen een heel goedkoop bedrag. Ja. En hier maken wij het brood. Dat wordt in deze bakken gepakt. Ja. Morgen hebben we ei. Zoals je ziet, de zout staat er al in. Dus alles staat al klaar weer voor morgen. Ja. En dan hebben wij nog fruit. Dat doen we in de bakken die daarachter staan. En dat wordt ook verdeeld allemaal naar de klassen. De toenmalig directeur die zei van, ik wil niet meer dat kinderen geen eten hebben of verkeerd eten. Ja. Uit hoofde daarvan heeft hij dus een soort lunchteam opgericht. Ik heb de opzet iets veranderd en op dit moment loopt het gewoon echt heel goed. Wat je hiervoor betaalt is 7 euro in de maand. Daar krijgt zo'n kind 20 keer eten voor. Met melk, met een stuk fruit. Ja. Dus, maar het is niet alleen voor de armoede. Want dat zou voor de kinderen een stempel zijn. Ja, dat wil je dan liever ook en dat wil je niet. Dus wij hebben er de gemakslunch van gemaakt. En van de gemakslunch mag in principe iedereen gebruik maken. Dus als ouders werken, druk zijn en 's morgens geen tijd hebben om voor hun kinderen een boterhammetje te maken. Ja. Betaal lekker en dan kunnen ze hier op school wat eten. Geen probleem. Je doet deze actie dus ook gewoon om armoede een beetje tegen te gaan. Ja. Is er echt veel armoede hier ook in Twekkeleveld? Ja. Veel meer dan wat mensen denken. Ja. Eigenlijk een beetje een vertekend beeld van het gaat hier wel goed, maar eigenlijk is het hier gewoon stikarm. Ja, net wat ik al zei, dit is wel een van de armste, als het al niet de armste wijk is van Enschede. Twekkeleveld, dat gas en zo, dat nu allemaal van het gas af moet en... Dat gaat de huizen denk ik ook niet te beter. Nee. Je gaat mensen op kosten jagen. Ja. Doordat je hier warmtepompen en dergelijke wilt gaan plaatsen. Maar ik zit met een gasfornuis. Wie gaat mij een ander gasfornuis betalen dan? Want ik moet over naar keramisch, elektrisch. Ja. Ik heb daar het geld niet voor liggen. Ja. Ik bedoel, ja, en zo gaat het met heel veel mensen. Ja. Niet alleen de armoede, maar ook de vereenzaming hier in de wijk is best wel groot. En dat omdat het nog wel zo'n gezellige buurt is. Ja, en toch, ja, je zit nog wel met een heleboel ouderen ook hier in de wijk. Mensen die hier al jaren wonen, die nu helemaal alleen zijn. Allemaal nieuwe buren. En, ja. Ja, in deze wijk, dit is een, ik zou bijna zeggen een oude arbeiderswijk. Ja. Waar ons kent ons. Ja. Dit is echt, ons kent ons. Ik bedoel, ik ben hier bekend als de bonte hond, mag ik bijna wel zeggen. De bonte hond? Ja, bijna iedereen kent mij wel. Ja. Is het niet van het zien, dan is het wel van het horen wat je allemaal doet.
Dus ja, god. Het is gewoon gezellig. Het is echt gezellig, altijd. Ja. Twekkelenveld is gewoon, vind ik in zijn algemeen, ja, het is gewoon een leuke wijk. Ja. Dus dan rol je zo van de KPN helemaal in eigenlijk het goed doen voor de medemensen hier in de wijk. Klopt helemaal. En je zou het nooit weer terug willen draaien? Nee, absoluut niet. Hier haal ik veel meer voldoening uit als uit het werk wat ik eerder deed. Ja. Zoveel verkopen, je moet zoveel winst maken, et cetera. Hier maak ik geen winst, ik geef alleen maar weg. En dat is het mooiste wat er is, mensen blij maken met iets wat je weggeeft. Ja.